Veel mensen zetten zich op dit moment in voor Oekraïne. En de een doet dat met een donatie en de ander zamelt iets in. Erik van Dijk uit Lelystad die stapte afgelopen dinsdag in de auto om in Polen inwoners uit Oekraïne op te halen. En we hebben nu contact met hem. Erik, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Je hebt een goede reis gehad. Je bent alweer terug, hè? Begreep ik. Ja, ik was om 2 uur vanochtend was ik weer thuis. Oké. Met een volle auto, neem ik aan, met mensen? Met een volle auto, ja. Ik had 2 vrouwen en een man, een stel en een vriendin. Mensen van rond de 30. Oké, die kwamen uit de Oekraïne? Klopt, die kwamen uit Oekraïne. En die waren daar de grens over gegaan. En zijn toen opgevangen door een inwoner van Polen, die ze in huis heeft genomen. En ze wilden naar een tante in Nederland. Die woont al in Nederland. En daar heb ik ze naartoe gebracht. Ja. Hoe trof je ze aan? Ja, verward. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Heel moe. En flabbergasted. Ik weet niet of er een ander woord voor is. Dat is echt ongeloof dat dit gebeurt. En ze vielen steeds in slaap, huilen, dingen meegemaakt. Waar ze het meest angstig voor waren, was eigenlijk om weer terug te gaan. Dus ze waren bang dat als ze terug zouden gaan, dat ze dan als een soort landsverraders zouden worden gezien, als vluchters. En als waarom ben je weggegaan en niet gebleven om te vechten? Ja. Die Oekraïense mensen, die hebben een hoop dingen achter moeten laten, denk ik. Ook familie, ja. Vrienden. Ja, heel veel. Dit waren gewoon mensen die vorige week nog gewoon aan het werk waren. En ineens begon de oorlog echt. En die tante uit Nederland die zei van nou, ze kwam uit Kiev. En die zei van ja, ze zijn nu echt aan het oprukken naar Kiev. Dus pak je spullen en ga. Pak de trein en ga. En toen hebben ze dat maar gekozen. Dus ze hadden helemaal niet veel spullen bij zich. Een kat in een mandje en een paar rugzakken. Ja. En toen zijn ze gegaan. Ja, wat heeft die reis daar naartoe en weer terug uiteraard met jou gedaan? Ja, veel heftiger dan ik had verwacht. Niet zozeer het rijden, want dat was gewoon rijden. Maar je ziet door heel Polen heen, zie je overal boven de snelweg hangen borden met de hulplijn voor Oekraïners. En die mensen bij wie ik waren, dat waren ook gewoon mensen die gewoon naar zo'n treinstation zijn gereden. Die mensen in Polen. En die zagen ze daar zitten. En toen hebben ze meegenomen van nou kom maar mee en je kan bij mij logeren. En hij vertelde dat iedereen bij hem in het dorp, die allemaal op en af rijden daar naartoe om gewoon mensen te helpen. Dus ja, als eerste echt complimenten voor die hele Poolse bevolking. Want iedereen daar die helpt mee. Dat is niet normaal. Ga je nog een keer? Ik denk daar wel over. Alleen ik ben nu wel echt even moe. En eventjes ontdaan. Ik zat erover te denken om morgen te gaan, maar misschien later. Ja, precies. Je hebt ook een oproep gedaan om mensen op te vangen thuis. Is daar nog reactie op geweest? Er is geen reactie op geweest. Ik zie dat op de sites waar ik... er zijn een aantal Facebookpagina's, daar heb ik dat op gepost. Daar komen een heleboel dingen. Mensen die huis aanbieden door heel Europa. En er komen maar weinig reacties weer terug, zeg maar. Het gaat ook, ik weet ook niet of mensen uit Oekraïne op die website zitten. En dus ik heb ook ingeschreven bij wat mensen die dat wat iets professioneler aanpakken. Maar nog geen reactie gehad, dus ik weet het niet. Nee. Erik van Dijk uit Lelystad, mooi dat u dit heeft gedaan. Bedankt daarvoor. Ik neem aan dat je vanavond vroeg naar bed gaat. Dat was ik wel van plan. Dankjewel.